Homo's. Ze worden nog steeds niet altijd geaccepteerd binnen het voetbal. Gelukkig spelen ze hier zondag bij Excelsior met regenboogveters en doet bijna iedereen mee. Wat is nou de drijfveer dat jij hier ja tegen hebt gezegd? Omdat ik vind, ondanks of je het er mee eens bent of niet mee eens bent, dat iemand homo is, toch dat ze het recht hebben om gewoon vrij te kunnen sporten zonder dat ze daarin belemmerd worden. Vind je het raar dat dit nodig is? Weet ik niet. Aan de ene kant wel misschien. Aan de andere kant is het denk ik voor een goed doel. Vind je het gek dat het nodig is van die veters? Nou ja, ergens wel. Want waarom is die homo-acceptatie nog zo slecht binnen voetbal? Nou ja, ik weet niet of je per se gelijk op voetbal, maar ik heb het inderdaad nog niet gehoord. Dus waarschijnlijk zullen er toch wel een paar tussen moeten zitten. Kennelijk is er toch een vorm van achtergesteldheid die in de voetbal dat het moeilijk is om uit de kast te komen. Niet dat ik iemand verdenk, maar het zou toch wel zo moeten zijn dat er ook homo's in de voetballerij zijn. En blijkbaar durven die nog niet uit de kast te komen. Drie spelers binnen jullie team doen dit, waaronder jij. Waarom de rest niet? Wij zijn hiervoor gevraagd. En ze hadden niet zoiets, doe mij ook een paar van die regenboogvetertjes en help ik ook een beetje mee. Nou, misschien als jij de kleedkamer in gaat, misschien lukt het je dan. Wat denk je? Ja, ik zou een poging doen. Je kan toch zeggen, doe mij ook even zo'n pakje regenboogveters? Ja, klopt, maar ja, het is een beperkt aantal veters. Mag je de volgende keer dus niet roepen van homo, hè? Kijk, dat vind ik dan wel, daar zie ik de lol wel van in. Ja, maar ja, dat gebeurt ook als je geen homo bent. Zou je nog wat willen zeggen tegen de homo's binnen het voetbal die nog niet uit de kast zijn? Nee, ja, voor mij, ik bedoel, blijf jezelf. En als jij homo bent, dan mag je homo zijn. Dat is geen probleem voor mij. Geen probleem. Kom lekker uit de kast, joh.